Deze nieuwsuitzending wordt echt, het wordt heel leuk dit. Het is dag 9 droog. Ja, het is niet alleen droog. Het is geen alcohol. Geen wiet of hash. En mijn pakje check heb ik gisteravond leeg gerookt. Dus toen ik vanmorgen wakker werd, dan ben ik mijn werkblad op gaan ruimen en daar stond een asbak op. Het lege pakje check, een aansteker, dat is allemaal weg. In mijn woning heb ik de raampjes tegen elkaar opengezet en dan gaat zo heel langzamerhand gaat de rooklucht eruit. Maar ik rookte niet zo heel veel. Een pakje check in de 3 dagen. Ja, dat is wel veel paffen. Dat is erg duur, hè, roken. Maar een tientje voor een pakje check. Nou, dat is toch even 3 euro per dag. Hè. 100 euro in de maand. Nou, die wiet was ook ongeveer zo. Dus dat is toch 200 euro in de maand, zie ik. Doorheen pafte. Daar ben ik al vaker gestopt met roken. Dus, zoals ik verwacht had, is het iets moeilijker dan stoppen met wiet en drank. Die nicotine, dat is toch erg Maar ik voel me niet onrustig, ik heb geen hoofdpijn. Ik probeerde net even te kijken naar de ontwenningsverschijnselen van stoppen met roken. Maar dat ging niet echt goed, want ik sta te uploaden. Er komt een leuke uitzending aan over social media. Over 8 minuten is die klaar met uploaden. En dan kan ik gaan kijken naar die ontwenningsverschijnselen van roken die bekend zijn. Maar het is zoveel als chagrijnig. Maar ik ben helemaal niet chagrijnig. Ik moet zeggen, ik heb gisteravond wel even gebeden. Ja, heer, ik ga nu nog een stapje verder. En u heeft mij zo goed geholpen, maar voor al mijn dank natuurlijk. Maar morgen ga ik de volgende hobbel nemen. Nou, ik heb eigenlijk nergens last van. Ik was vandaag nog even bij de supermarkt en wat eten gehaald. Te eten gehaald. Ja, daar was het te bak, te kopen, te over. Maar ik had die rotzooi. Ik vroeg toen roken nog leuk was. Ja, mijn opa die rookte Caballero. En een pakje kostte 2 gulden. Zeg maar 80 eurocent. Dan had je 25 sigaretten. Zoiets. Een pakje Drum, dat vond ik lekkere check. Ik vond Samson niet zo lekker. Drum vond ik lekkerder. En later ben ik Javaanse jongens gaan roken. Tembako, dat vind ik echt lekkere check. Die ruikt ook zo lekker. Als je het pakje open doet. Hè. Maar die check die ik nou koop voor, wat is het dan? De allergoedkoopste is L&M. Kost 6,50 euro. Nou, braak. Nou, als je het pakje open doet, je gaat verdamme, laat ik het maar aansteken, want anders stinkt het zo. Het ruikt helemaal nergens naar. Nou, ik verlaag me niet meer tot dat soort bugcheck, noemen ze dat. Alhoewel dat weer wat anders is. Nou, check voor daklozen. Geef geen geld aan daklozen, want voor hetzelfde geld gaan ze daar L&M van kopen. Arme daklozen. Nee. Ik heb ook allemaal vloer. Ik rook altijd van die dunne vloedjes, van die dunne checkjes. Dus heb je altijd een paar pakjes over.
Al die vloerpakjes allemaal weg. Kst. Ik had zo'n navulbus voor me aansteken. En dacht ik, ja, die gooi ik ook weg. Nou, maar dat slaat nergens op. Want ik heb ook zo'n gasaansteker. Weet je, zo'n lang ding. Ja, die is ook navulbaar. Maar die bus heb ik dan in de keuken gelegd. Die heb ik niet meer nodig om mijn aansteker bij te vullen. Klaar ermee. Ja, heb ik wel een mooie aansteker. Of mooie. Kost 5 euro. Degelijke aansteker heb ik. En daar heb ik dan verder niks aan. Want ik heb die gasaansteker. Maar ja, als die kapot gaat, heb ik een reserve. Wat doosjes Lucifer. Die had ik, Lucifers had ik ook gekocht om te roken. Voor het geval een aansteker het zou begeven. En het de laatste was. Een soort backup vuur. Nou, die bewaar ik ook. Dat doet wel altijd handig. En ik koop het niet meer. Nou. En als ik het niet koop, ja, dan zou ik niet weten hoe ik dan weer opnieuw moet gaan roken. Ik ben de baas en mijn lichaam volgt. En niet andersom. Heb je dat goed begrepen, lichaam? Ja, Piri, ik luister naar je. Mooi zo. Want ik ben de baas in mijn lichaam en niet andersom. Als ik zeg dat het afgelopen is met alcoholzuipen, is het afgelopen met alcoholzuipen. Voor onbepaalde tijd. Je kan me voorstellen als ik straks 80 ben en ik zit ergens op Ibiza met een miljoen op de bank. En zo'n Ibizaanse lekker jong ding van 60 naast mij op zo'n stretcher onder zo'n zonneplu. Dat ik dan zeg van nou, ik heb eigenlijk wel zin in een tequila met ijs. Mag ik hem drinken uit je navel? Net als Joram van der Sloot bij die ene vrouw en die vond toen de dood. Lekker zo'n jong ding van 60. Ja, daar kun je er wel aan van lopen dromen. Maar wanneer gaat het nou gebeuren? Maar zoiets. Ik bedoel, ik wil het niet uitsluiten dat ik weer aan de zuip ga. Maar... Er zijn toch maar enkele scenario's die je kan verzinnen. Maar stel, ik zit in de bak en ik weet dat in de bak wordt gebloot. Tenminste, toen. Daar praat ik over 10 jaar geleden. Toen sprak ik iemand en die had in de bak gezeten. In de Bijlmer Baaiers toen dat nog bestond. Oh, zei hij, dat is wel happy daar hoor. Moet je een beetje aanschurken met die suries. En, nou, dan mag je ook meedoen. Dan denk ik, wow. Nee, sorry. En met blowen, het is wel leuk, hè. Met roken en alles. Maar dat is zo'n tijdelijke... Als je een blootje rookt, dan moet je 5 minuten wachten of zo, 10 minuten. En dan hakt hij erin. Ja, en na 3 kwartier is het, daar zijn we weer. En wat heb je eraan? En voor een sigaret is dat die tijd zo mogelijk nog korter. 10 minuten nadat je hem hebt uitgemaakt, dan denkt je lichaam, dat is best wel lekker. Ik lust je nog wel een. Ja, zo blijf je bezig. Het houdt nooit op. Kan het beter maar niet doen. Nog beter kan je er maar helemaal niet aan beginnen. Ja, dat is ook weer zo hoog gegrepen. Heel veel mensen die willen het doen om stoer over te komen. Meedoen met de groep. En dat moet ook kunnen, vind ik wel. Maar ik doe dat niet meer. Dus, in streetcafé. Ja, ik zou niet meer weten waarom ik daar kom. Zou komen. Ik bedoel, als je niet meer drinkt en niet meer bloot en ook geen tabak meer rookt. Ja, wat doe je dan nog in iets aan een tent als een streetcafé? Ik heb er nou over gedacht, want ik moet een soort afscheidsbrief schrijven voor Boy. Eigenlijk wel bij verre de aardigste gozer die ik ontmoet heb.
Die is spastisch, zit in een rolstoel. Maar met hem kon ik lachen. En dan waren we allebei toeteren en stand. Of ik doe het niet. Tijden gaan voorbij. Ik ben benieuwd wat de dag van morgen gaat brengen. Dat wel. Vandaag moet ik nog een beetje werken. Niet veel hoor. Ik ga even wat schoonmaken. De afwas staat er nauwelijks. Staat een bordje. Ik denk dat ik als eerst even ga stofzuigen. Had ik mezelf gisteren beloofd. Toch wel lekker, want al het stof wat blijft liggen, ja, dat dwarrelt er weer omhoog. En dat dwarrelt er weer omlaag. En even de stofzuiger de brug in. Een vochtig doekje met alles reinigen, dat zal mijn vloer ook wel lukken. Komt er wel van elkaar. Je gaat helemaal veranderen, hè, als je zo rabiaat stopt met al die meuk, met al die ingeblikte plezierigheid. Dan krijg je andere prioriteiten. En dat was precies waar het mij om ging. Ik was die rotzooi om me heen meer dan zat. Niet alleen de rotzooi in mijn huis, hoor, maar alles. Ik heb zo'n leuk huwelijk gehad en daarom was ik zo ontzettend gefrustreerd. En nu denk ik van, wauw. Ja, het is gebeurd, hè? Kan het toch niet meer aan veranderen? Zijn de mensen nou overleden? Nee, helemaal niet. Ben ik nog in leven? Jazeker. Nou dan, een zaakje over. Winkel. Periwinkel. Homo. Ik had het tegen mezelf, hoor. Als geld worden. Hij is klaar met de uploaden. Kan ik even kijken naar die ontwenningsverschijnselen? Want dat duurt niet zo heel lang. Kijk, ontwenningsverschijnselen roken. Ja. Spanning, nou, heb ik niet. Onrust heb ik niet. Prikkelbaarheid heb ik niet. Slapeloosheid. Niet. Niet erger dan dat het was. Ik val wat laat in slaap. Dat is een dingetje. Angst heb ik niet. Concentratieproblemen, ik zou niet weten. Zweten heb ik niet, hoofdpijn heb ik niet. Nou zeg. Even doorklikken hoor. Tada. Ja precies, vaak gebruik je hulpmiddelen zoals nicotine, vervangende middelen en geneesmiddelen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Veel te veel gesodemiddelen. Verder kunt u last krijgen van verstopping. Dus dat je niet kan poepen. En gewichtstoename. Nou, dat noem ik dan geen last in mijn geval, want ik ben echt zo mager als een lat. Er mag wel een pondje bij, hoor. Geestelijke ontwenningsverschijnselen duren over het algemeen langer. Oké. Kijk, na 8 uur is de hoeveelheid nicotine en koolmonoxide de helft minder. Dus ik zit nu op 16 uur, dus ik nu op 25%. Morgen is al mijn alle koolmonoxide uit mijn lichaam. Maar zo. Nou, het zuurstofgehalte van het bloed gaat verbeteren na een dag of zo. Nou, fijn. Na 1 dag beginnen de longen met het opruimen van slijm en andere resten van het roken. Na 2 dagen is er geen nicotine meer in het lichaam. Oké. Na 2 dagen is het smaak- en reukvermogen aanzienlijk verbeterd. Wow, dat was bij mij toch niet slecht. Na een paar dagen gaat het ademhalen makkelijker. Daar had ik toch niet een last van. U krijgt meer energie. Nou, dat zou mooi zijn. En de bloedcirculatie gaat verbeteren.
dat zou wel eens, ja. Maar het mooiste, maar dan heb je over 2 tot 12 meter. Tussen de 3 en 9 maanden verminderen klachten als hoesten, piepen en benauwdheid. Ja, die heb ik niet echt. Ik hoest wel eens. Maar daar heb je al wel gehoord op die uitzendingen. Zeker als er dan van die wiet in zit. Nee. Ja, nu hoest ik even, maar iedereen hoest wel eens. Stoppen met roken geeft een beter vooruitzicht op herstel na een hartinfarct, maar dat heb ik nooit gehad. Na 15 jaar heeft de stopper een vergelijkbaar risico op een hartaanval als iemand die nooit heeft gerookt. Nou, ik heb helemaal geen risico op een hartaanval. En na 10 jaar daalt het risico op longkanker. Ja, we hebben geen longkanker, man. En over 10 jaar ben ik 69. Ja. Naast gezondheidseffecten houdt u ook nog geld over. Heeft u meer energie, voelt u zich gezond en heeft u een gevoel van trots. Ja, nou dat zal wel. Ik wilde gewoon stoppen met roken. Ja, ik wil ook wel eens naar Amsterdam. Nou, dan ben ik in Amsterdam en ben ik dan trots. Oh, ik ben helemaal naar Amsterdam gegaan omdat ik dat graag wilde. Maar nou, man, stop met roken, klaar. Dat is een Tiet van Komen en een Tiet van Gonen. Slapeloosheid, sterke drank tot roken staat hier nog. Geïrriteerdheid en kwaadheid, ja, maar daar heb ik nooit last van. Echt niet. Ik ben gekeken, zo, kijk wel. Ja, gek, hè? Ik heb helemaal nergens last van. Was het ook met die alcohol? Vreemd, man. Hier nog een ander uit België. Kijk wat die Vlamingen ervan zeggen. Zoek een manier om je af te reageren door bijvoorbeeld te sporten. Ja, hou maar op. Ik ga toch echt niet sporten. Ben jij een... Nee, je gaat je jacht houden. De laatste keer dat ik gesport heb, dat was badmintonnen en squashen, maar dat was om mijn dochter een beetje iets leuks te gaan doen in plaats dat ze alleen maar bij me thuis zit en een beetje te kijken naar hoe ik zit te roken. Dat is al jaren terug. Oh, leg je gedrag uit en zeg dat je bezig bent te stoppen met roken. Nou, heb ik net verteld. Ik was enorm gefrustreerd, ik heb me kapot gezopen, wiet, ik heb in totaal 3 kilo wiet in mijn leven gerookt. Ja, doe me dat maar even na. Dat is wel over mijn hele leven dan. En de laatste paar jaar echt niet. Oh, ik had het helemaal met iedereen gehad hoor. Oh, geen zin om te werken, geen zin om verantwoordelijkheid te dragen. Ik denk, nou, wat is de beste manier om daarvoor te zorgen? Dat is om 3 liter sterk bier per dag te gaan zuipen. Want dan ben je oftewel helemaal bijkomend aan de dag daarvoor. Of je hebt er alweer 2 in je nek zitten. Van die halve liters. Nou. En dan interesseert je echt alles helemaal niks meer. Nee, mooi zo. Iedereen gedraagt zich als een debiel en nou mag ik een keer. Ja, maar wees nou eerlijk. Wat heeft het nou voor zin om het heilige boontje uit te gaan lopen hangen in een land van leugenaars en goedgelovigen? Ja, ben ik nou zo gek als zijn jullie zo normaal? Om maar even die ene trainer te citeren, die van Ajax, weet je nog weer. Die vent met een kleine neusje. Die Spanjolen, toen die trainden voor Madrid of zo, riepen die Spanjolen sempre negativo. Dat betekent altijd negatief.
Heb je geprikkeld op iemand gereageerd en heb je daar spijt van? Oh, dat is het. Leg je gedrag uit en zeg dat je bezig bent te stoppen met roken. Oh, zo bedoelen ze dat. Oh, nee, juist niet. Ja, ik ben ook gestopt met alcohol en alles. Ik heb met een paar glazen bier in mijn nek wel eens mensen op een vrolijke manier tot de orde willen roepen. En dat werd niet op prijs gesteld. Maar niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor tumor. Niet iedereen is even gezwellig, zullen we zeggen. Maar dit zijn de Belgen. Gespannen of emotioneel gevoel. Een ontspanningsoefening te doen. Maar ik bid dan. Maar dat duurt ook niet overdreven veel. Misschien 5 minuten of zo. Kijk hoor, vraag niet te veel van jezelf. Ja, dat vind ik een goed idee. Kies activiteiten die niet al te veel concentratie vragen. Ja, bijvoorbeeld afwas doen. Stofzuigen. Even de vloeren, al die vlekjes eraf aan. Nou, er mag wel wat gebeuren. Je hebt het gevoel dat je continu bezig moet blijven. Daar heb ik nou niet echt last van, eigenlijk. Sorry, die moest er even uit, hoor. Ik al een tijdje wil ik echt... Een soort luiheidsvirus of zo heeft bezit genomen van mij. Zo, de knetten. En dan een trage stoelgang. Ja, ik weet niet of dat nou echt... Is misschien wel iets, maar dat gaat vanzelf wel weer goed. Toen ik zoveel soep en aan het roken en wiet roken of zo, daar had ik geen trage stoelgang. Het hing tegen de diarree aan, man. En dat is helemaal niks. Daar krijg je een heel vies toilet van. Ja, dan met dit, hoor. Maar het is wel zo. Ik heb vandaag nog geen ontlasting gehad. Dat is vreemd, want dat had ik meestal smorgens. Dus misschien moet ik 112 gaan bellen. Ja meneer, wat is de alarmsituatie? Ja, ik spreek met Perry Winkel. Normaal gesproken ga ik 's morgens vroeg naar het toilet en het is nu wel 4:30. En ik ben nog steeds niet geweest en ik vroeg me af, kan er iemand langskomen? Zie je het voor je? Maar ja meneer, maar we zijn hier voor alarmerende situaties. Ja, precies. Nee, dat gaat wel. Oh, Trimbos Instituut, dat zijn ook een stelletje zeurnhuizen. Even, ja, als je wil stoppen met roken, dan moet je er gewoon mee stoppen. Ah, ja. Dan niet naar een... Die hebben niet eens, die hebben wel een website, maar stel, alleen maar die PDF krijgen dan. Wat heb ik? Ja, toch... Ook Trimbos. Zo'n wijzend vingertje of zo, heet dat dan? Hè? We werken aan een rookvrije samenleving. Het Trimbos Instituut. Oh, die gaan ook tegen alcohol en tegen drugs. Ja, kortom, bij mij hebben ze dus helemaal niks. Speed, dat heeft me wel aangesproken. Dat vond ik echt wel lekker, hoor. Maar zo gesodemieter, man, om eraan te komen. Ik heb nog een vriend van mij, Henk Boeda, die zei tegen mij, ja, maar dan moet je dan in bulk inkopen. Dan kan je het nog doorverkopen ook. En dan maak je een mooie winst, hoor. Dat is ook zo. Als je €400 op tafel legt, dan krijg je een pond speed. Ja.
En dat verkoop je dan in kleine zakjes van een gram. Ah, makkelijk een tientje per gram hoor. 7,50. Laten we uitgaan van iets heel goedkoop, dat je het weg doet voor 5 euro. Ja, dan draai je toch op 80 cent inkoopprijs 4,20 euro kassa. Moet je wel dat plastic zakje eraf trekken nog voor de kosten, maar dat kost het niet. En je moet even een weegschaaltje hebben. En een lepeltje. Maar je schept natuurlijk zo in een half uur tijd, ik weet niet hoeveel van die plastic zakjes schep je vol met een grammetje speed. Zoveel werk is dat. Maar je moet een klantenkring kweken. Oh, nee. En je kan moeilijk reclame gaan maken. De politie die kijkt mij. Nee, dat is me veel te. Dat zijn illegale drugs, dat moet je niet doen. Ik heb ook een keer, vond ik, de grond van een kroeg. Een zakje met 3 ecstasy-pillen. Toen heb ik zo'n pilletje in mijn mik gestopt. In mijn eentje. 2 meegegeven aan 2 kennissen. En eentje voor mezelf gehouden. Dat was dus 's morgens. Dat was echt heel vroeg. 4 uur of zo. 4 uur 's nachts, zullen we zeggen. De zon ging al bijna weer op. Maar die pil in mijn mik. Ja, het eerste wat er gebeurde is dat ik helemaal geen zin meer had in bier. En dacht van water, dat lijkt me lekker, water. Ik krijg een gelukzalig gevoel, man. I love everyone. Maar dat was wel leuk. 5:30, 6 uur ging ik naar bed. Ja, het was zondag erop. Ik heb het overleefd. Leuk hoor, al die alcohol, tabak en drugstoestanden. Uiteindelijk stop je er toch mee. Of je stopt er zelf mee, of je lichaam stopt er mee. Hè, als je doodgaat. Hij is eindelijk gestopt met roken. Stond op zijn grafsteen. Gewoon grapjes. Die andere grap is, wat is het verschil tussen... degene die herdacht wordt en de gasten bij een crematie... Nou, die gasten mogen niet roken. Dat mag tegenwoordig niet meer. Zelfs bij de crematoria niet. Voor de gasten dan, hè? Maar niet voor de grote feestganger. Wiens heen gaan wij vieren met een broodje, met rucola. Zo. Tante Saar, die was 93 geworden. Lekkere broodjes, man. Rucola, zalm. Ja, dat is prima. Een witte wijn erbij, dat wil ik ook lekker. Oh, er zat hier ook cocaïne. Ik weet niet of jullie het wel eens hebben gedaan, maar ik vind het... belachelijk duur. En ook illegaal. Dat wil ik niet doen. Ik kan alleen maar gesodemieter van komen. Ja, als je de moeite wil nemen, dan zou ik zo'n bulk speed kopen. Gewoon, of doe je voor 100 euro, kun je ook. Koop je een voor 100 euro? En 150 euro voor een ons. Zei die jongen die ik ken. Ik ga niet vertellen hoe die heet. En zijn woonplaats is ergens tussen Herugowaard en Delfzijl. Ongeveer hoor. Ik weet het niet precies. In ieder geval niet in Noord-Holland, Friesland of Groningen. Dat weet ik zeker. Rare kerel, by the way. Maar wel aardig. Nou, 150 euro kun je ons krijgen. En kleiner deed hij niet, want zei hij, als al die mensen gaan lopen aanbellen, de buren krijgen het in de gaten. En voordat je het weet, komt oma Gent even vragen wat er aan de hand is. En dan ben je de boek. Dus hij moet het wel in ons, minimaal in ons. Dan is er niks aan de hand.
Nou, kan je overwegen. Tenzij je zo ver bent als ik en dan doe je het helemaal niet meer. Je was even onzin. Ik heb vandaag gekocht in de supermarkt spullen voor een champignonsoep. Vind ik erg lekker. Een pakje met van die theezakjes. En dan de aller goedkoopste. Ik hou niet van luxe. Een doosje van 70 cent. Ja, wat lul je over. Dus, ik weet niet hoeveel koppen thee hij er. Oh, dat zou het misschien zijn. Want ik moet zo boeren van die thee. Dat het komt van die goedkope rotzooi. Nou, dan neem ik dat op de kop toe. Ik zit toch niet altijd achter de microfoon. Waarbij het wel een beetje slordig staat. Dan moet Perry weer een boer laten. Oh, komt hij weer. Ja. Maar dat is van de thee. Maar misschien is het bij het Trimbos Instituut dat ik daar kan bellen. En dat ze zeggen, ja, dan drink ik thee en ja, dan heb ik hier weer van die boertjes. En, maar dan denk ik dat ze komen met zijn advies van, ja, wij adviseren dan dat u thee gaat drinken door een rietje. En dat u zo kleine sipjes neemt. Want waarschijnlijk neemt u te grote slokken. En dan slaat er dus lucht met de thee naar binnen. Dan krijg je een heel verhaal. Voor hetzelfde geld zeggen ze dan, ja, bent u verzekerd, want dan kunnen wij u over de post, sturen wij u van die medicinale rietjes toe. En dan weet u zeker dat u kwaliteit in huis heeft. Dus ik weet het nou wel, ik krijg zo'n lulkoek verhaal, daar heb ik al helemaal geen zin in. Ik ga toch niet thee drinken uit een rietje, man. Of door een rietje. Dan maar boeren. Ja, kom op mensen, je kan overal wel overlopen janken. Ja. Is er helemaal niks in de hand, man. En ben je jong, ga lekker aan de drugs. Oh ja, nee, serieus. Ik heb het allemaal gedaan. Hè? En ik zit hier en al mijn benen zitten er nog aan. Ik ga ze er even tellen. 1, 2. Oh ja, ik heb ze allebei nog. Ja. Ik heb ook niet plotseling twee penissen gekregen. Het is nog steeds maar één. En mijn moeder vindt ze net zo irritant als vroeger. Dat is, wat is er nou veranderd? En ik heb een partijtje verschillende drugs achterover gewerkt. Ja, heroïne heb ik niet gedaan. Dat vind ik wel jammer. Ja, had ik. Ja, dat is ook zo illegaal. Ik heb wel DMT gedaan. En dat is aardig. Maar veel werk, man. Oh. Ik had zo'n hele aardige kerel. Die zei van ja, ik heb zo'n DMT-proces dinges met vrienden. Dan kwam ik bij hem binnen, een hele aardige kerel. Een hele fijne vent, ik kan goed koken en alles. Dan stonden er allemaal van zo'n Jerry Cans. Met zo'n oranje sticker, met een zwarte doodskop. En een of andere ingewikkelde methyl-ethyleen, acetyl of zo. Ja, zit hij dus allemaal voor voorbereiding. Een hele grote zak met plantenwortels. Ja, zo maken we dat. Ik weet niet of je dat kent, hè? Dimethyltryptamine. DMT. Kan je zo vinden op internet. Het is een bestanddeel van ayahuasca. En ayahuasca is DMT met een psychoticum erin. Goed verhaal. Ik heb het gedaan. Hele mooie flesjes. Maar ook daarvoor, ik weet niet wat het is. Want die jongen had een heerlijke hoekbank en dan ging hij van tevoren zo die kussentjes neerleggen. Ja, ga dan maar lekker zitten. En een biertje erbij. Heel gasvrij. Hè? Een lekker biertje. Biertje erbij. We waren in Café de Wacht geweest om daar. Ja, dan gingen we even langs een biertje drinken. Van tevoren. En toen hebben we as meegenomen uit de asbak. Op het terras mocht je daar nog steeds roken. Sigaren, sigaretten. En dat heb je dan nodig. Die een of andere pijpsconstructie gemaakt. Ja, hij ging echt lopen. Ergens tussen Venus en Mars of zo.
En ik zat zo heel lekker in die kamer te kijken. Ik voelde me wel heel erg relaxed en ja, oplettend. Ah, dat is wel lekker. Ik voelde wel dat ik niet nuchter was. Maar heel plezierig. Echt heel fijn. Net als een fris lentewindje. En dat duurt 10 minuten, een kwartiertje. Toen was die over. Dat kwam die ook weer bij. Die gast hier. Nou, we hebben een sekje gerookt, een beetje bier gedronken. Ik zei, die komen er nog een ronde. Ja, dat is goed. Toen weer hetzelfde. Hij weer... Hij lag ook helemaal lang uit op die hoekbank. Ik ook hoor. En waarom niet? Lekker relaxed, man. Heerlijk rustig. Ja, dat was tof. En toen die tweede trip, nog een kwartiertje, voorbij was. En toen ging hij naar de keuken. Hij vroeg, wil je wat eten? Ik zei, ja, graag. En toen maakte hij eventjes in no time. Lekker, joh. Kipsnitzel met gebakken aardappeltjes. En een salade. Nou, niks bijzonder, want die kipsnitzel kwam gewoon van de co-op. En die gebakken aardappeltjes, ja, die koop je ook in die zakjes, hè, van die aardappelschijfjes. Even bakken. Die zijn er voor gekookt of zo. Oh, is grappig. Ik had net even zo'n momentje van, hé, ik ga even een checkje draaien. Ik moet eigenlijk even een tabelletje bijhouden van hoe vaak heb ik dat nou. En dat ik even de tijd erbij opschrijf. Maar die intervallen worden steeds langer. Nu bijvoorbeeld heb ik er weer helemaal geen dinges van. Maar net dacht mijn lichaam even, even je rechterarm naar voren en dan pak je, denk, hé, mijn check is weg. Ik krijg zo even zo'n opwelling of zo. Maar ik heb geen hunkering. Alleen je bent het zo gewend. En dan drink je wat en denk je, oh, ik heb al de hele tijd niet meer gerookt. En, ja. Ja, ik heb de hele dag al niet gerookt. En zo'n, het is niet eens zo'n hunkering dus, maar zo'n idee van, oh, dan gaan we nu weer even roken. Ja, dan moet mijn lichaam even afleggen. Mijn wekker, die stond naast mijn bed. Ik heb hier ratjes gehad vanwege mijn kind. En die ratjes die lusten alles en die lusten ook elektriciteitskabels. Dan was ik bezig om de boel schoon te maken en ik pakte die wekker beet en ik ben bezig met die draden. En ik had niet in de gaten dat die isolatie eraf geknabbeld was. Dus ik stond onder stroom. Dat is niet leuk. Dus niet geinig. Dus ik... En ik heb dat hele apparaat gepakt en op de kamer van mijn dochter gezet. Die komt hier niet meer, die heeft eigen kamer in Nijmegen. Ze is 19. Maar op die wekker keek ik altijd om te weten hoe laat het was. Was het zo ingebouwd dat ik weet hoe laat is het? En dan draai ik me dan links achterom. Nou, het heeft een tijd geduurd, joh. Voordat ik mij niet meer links achterom draaide. Om iedere keer te constateren van, oh nee, die wekker, daar waren de kabels vandoor geknaagd. En dat hele ding heb ik op de kamer van mijn dochter gezet. In die zin van, dat, ik moet het even gaan repareren. Dus niks echt kapot. We hebben een steentje moeten tussen. Heb je zo klaar. Ik zal hem wel moeten repareren. Binnenkort komt de Belastingdienst en die zegt, jij gaat aan de verplichte arbeidsaansatz. Ja, dan moet ik wel een wekker hebben. Maar dat komt dan wel weer. Maar hoe lang het dus duurt, dus dat ding is al echt bijna 2 maanden of zo is die weg. En nu inmiddels weet ik het een beetje dat dat ding er niet meer staat. Of weet mijn lichaam het een beetje. Want ik weet het wel. Ik weet precies waar die staat op de kamer van mijn dochter. Maar op zo'n onbewaakt moment, dan denkt je lichaam, hé, even kijken hoe laat het is. Ja, dat ben ik niet. Dat is mijn lichaam.
Dan word je bewust van je mind, dat is het. Je mind die loopt de hele tijd door je denken heen te ouwehoeren. En als je me niet gelooft, lees maar de boeken van Osho. Ik kan je daar veel over vertellen. Over hoe de mind de geest voor de gek houdt. Je aanwezigheid voor de gek houdt. Want jij bent een uniek persoon, maar je mind is er één van in de één van in een dozijn. Mind control, ooit van gehoord? Dat zijn algemene wereldwijde programma's en zo goed als ieder mens, behalve dan degene die zich bewust zijn van een mind, die vallen onder die mind control. Die nemen dat over. En masse, iedereen doet mee. Dus je mind, dat is voor iedereen hetzelfde. Je geest, of je aanwezigheid, die is uniek. En dat ben jij, en niet je mind. En jij bent de baas van je lichaam, dus ook van je mind, want je mind is een onderdeel van je lichaam. Ja, maar dan is dus je geest niet een onderdeel van je lichaam. Goed zo! Nou, maar jij hebt er snel geleerd, zeg. Zo is het ook. Ja, maar waar ben ik dan? Gisteren zei je, ik zit in het Koninkrijk der Hemelen. Na, 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 na. Weet je dat Osho een hele grote fan is van Christus? Was, hij is dood. Ja, maar waar bleek dat dan uit? Nou, dat blijkt er bijvoorbeeld uit dat ik hier een bord heb, een boek heb in huis. En dat heet het Mosterdzaad. Osho heeft ook een hele verhandeling geschreven over de bergreden van onze Heer. Ja. Osho is vergiftigd, waarom? Dat is niet zo leuk voor ons. En het was niet zo leuk voor Osho. Maar aan de andere kant hebben we nu van die seksprogramma's en toestanden. Ze spreekt op langere termijn ook niet echt aan, hoor. Het is leuk voor jonge mensen. Maar drugs dus ook. Dat is leuk voor jonge mensen. Of als je wat ouder bent. Meer niet. En ik doe het dus niet meer. Ik doe ook geen ayahuasca meer. Of DMT. Of ecstasy. Of speed. Of, been there, done that. I have got the t-shirt. Ik ga er ook niet voor de 10e keer naar Lord of the Rings kijken. Ja. Naar de Matrix. Dat zijn wel leuke films, maar nog een keer? Wat doe je? Ja, maar met wiet kan je je beter concentreren op dingen zoals schaken. Nou, dat is helemaal niet waar. Wat een weer. Dat is een mythe. Verzonnen door mensen die zich graag overgeven aan hash en de wiet. Zoeken een excuus. Dan verzinnen ze dat maar. Oh, net had ik weer zo'n momentje. Zag ik even zo'n pakje check in mijn geestesogen. Dit is nou het moment waarop je normaal gesproken een checkje zou gaan draaien. En dan komt er zo'n pauze in mijn woord. Dat is het, ja. Dus dan ben ik aan het praten. Of aan het nadenken. En dan weet ik even niks meer te zeggen of na te denken. En denk, oké. Okay. Ja, daar was die weer even. En hoeveel minuten geleden was dat vorige moment nou? Ik kan de uitzending terugluisteren. Zeg van, oké, nu zitten we op zoveel minuten. Maar dan wordt die intervallen worden steeds langer. En dan heb je er geen last meer. En die energie die komt vanzelf.
Dus je wordt vanzelf energieker. Dat is ook zo, hoor. Ik ben eerder gestopt met roken. Mijn woning werd gerenoveerd. Dan kreeg ik niet eens vervangende woonruimte aangeboden. Dat vond ik wel een beetje bitter. Heb ik Wim Kruidentuin nog gevraagd, van mag ik bij jou intrekken? Dat leek me eigenlijk wel een hele elegante oplossing. Want hij heeft zo'n klein kamertje daarboven. Maar daar had meneer Wim geen zin in. Dat doen we naar mijn moeder. Bij mijn moeder mag je wel roken, maar alleen in de inpandige garage. Ja, je mag ook buiten roken. We hebben een inpandige garage en daar mag je dan roken. Nee. Toen heb ik mijn check heb ik gewoon laten liggen hier waar ik dus woon. En ik ben zonder check, wel met de spullen die ik nodig heb, vertrokken naar. En dan dronk ik een halve liter licht bier per dag. En dat was het. Ik heb er weken gezeten. En toen was mijn woning klaar en gingen we terug. Dan zei mijn moeder dan of zo. Nou, en dan moet je wel volhouden met niet roken. Toen heb ik niks gezegd. Ja, man. Hoe oud was ik toen? 56 of zo. Nee, hij is oud. Ja, dat kan mijn moeder wel zeggen, maar dat bepaal ik zelf toch wel. Toen heb ik inderdaad een tijdje lang heb ik hier de Rodenburgstraat niet gerookt. Maar toen belde Lonneke op. En die zei, zal ik even langskomen? Dan neem ik wel wat mee. Ik zei, ja meid, kom maar. En wat had ze meegenomen? Nou, een tas van de supermarkt. En die zat helemaal vol met halve liters sterk bier. Want mevrouw Lonneke, die lust hem ook wel. Denk, oh, gezellig. En een putcheck. En €25 aan wiet. En toen ik tegen Lonneke zei van, ja, ik rook momenteel niet meer. Want ze kreeg maar, hey, zijn we gaan asbakken? Ik zei, nee, ik ben gestopt. Oh, zei ze. Ja, nou, moeten we het dan wel doen? Ik zei, natuurlijk, nee. Maar lekker paffen. Nou, toen ben ik weer begonnen. Ja, het is mijn lichaam. Ik bepaal wat er gebeurt. En nu heb ik dit besloten en dan gaat ook dat gebeuren. Want ik ben de baas en niet mijn lichaam. En niet mijn mind en niet mijn moeder. Hey, Roze, bedankt voor het luisteren. Ja. Ja, mijn thee is op. Ja, ik heb dus een nieuwe hoeveelheid theezakjes ingeslagen. En dat oude doosje is ook nog niet op. Dus ik kan voorlopig wel even voor, hoor. Voort. Ik ga lekker thee doen. Ik doe er wel suiker in mijn thee. Ik vind het toch wel iets lekkerder dan zonder. Ja, dat mag toch wel. Ik heb nog zo'n pond suiker staan. Dus dan, ik denk als die op is, dat ik ook stop met suiker. Wat een gezeik. Maar thee drinken, dat blijf ik wel doen. Oh ja, koffie drinken ben ik al heel lang geleden mee gestopt. Dat is zo'n gedoe. Tijd geweest en dan zette ik koffie in zijn koffiezetapparaat en dan ga je s'morgens sta je op en denk je, ja, koffie en dan doe je keukenkastje open en denk je, oh kut, de koffiefilters zijn op en dan ben je, nou, op zo'n moment word ik dan zo chagrijnig, hè? Of de suiker is op, nou, en koffie zonder suiker, dat vind ik echt niet de suiker. Of de koffiemelkpoeder is op en dat vind ik dus ook niet lekker. Ik hou niet van zwarte koffie zonder suiker. Dat vind ik echt niet weg te krijgen. Heb ik nog een tijdje oploskoffie gekozen. Maar ja. Dan heb je ook weer dat die op is. Of dat is. Ja. Dan ben ik overgestapt op thee.
Nee, dat was in die zuiptijd. Toen ben ik opengestapt op bier. Ja, als je 3 liter van een zware bier per dag drinkt, dan ben je echt wel klaar hoor, qua watervoorziening voor je lichaam. Dan heb je niet meer vocht nodig, namelijk. Ja. Nou, ik hoop, hè. Dat denk ik dus, hè. Want ik zit als een beetje, weet je, de onanist uit te hangen, zo. De narcist van, hey, ik ben bezig met stoppen, iedereen is trots op mij. En daar gaat het me helemaal niet om. Het zijn anekdotes om jullie te vertellen dat je er gewoon mee op kan houden. Kijk, als ik het kan, ik ben niet bijzonder. Gewoon kappen met die handen, klaar. Je verzet je, je bekijkt maar wat je doet. Belangrijk is om te beseffen dat, wat ik ook iedere keer weer vertel, hè, die jaren, en dan vooral de laatste 2 jaar, de echte spuigaten uitliep, was ik super gefrustreerd en boos. En, ja. En zolang je dat nog bent, lijkt het mij heel moeilijk om te stoppen met die drugs, wat het ook maar is. Hè. Maar als je die boosheid, die frustratie, die oneenigheid, dat verdriet, die teleurstelling, wat hebben we nog meer van woorden, hè? Als je die onder ogen weet te zien en dat op weet te lossen, dan ben je vrij. Dat is mijn advies. En ik heb voldoende reden om ongeveer 90% van de Nederlandse bevolking te haten. Inclusief Mark Rutte en Thierry Baudet. En die trut van een bovenbuurvrouw van mij. Bij wijze van spreken. Nee, maar Loes is best aardig. Maar bij wijze van spreken. Turtola van een moeder van mijn kind. Maar daar moet je van af. En als je die frustratie nou maar weet. Ik weet niet hoe jij dat moet doen. Maar het komt erop neer. Je moet mensen vergeven. Kijk, ook met boeren. Van die thee. Klote teken. Als je die vergevingen bereikt. In het Onze Vader. Hè? Het gebed waarvan Christus. Die schudde dat even uit zijn mouw. Hè? Want die discipelen vroegen. Maar ja, als we dan bidden. Want, Christus had net zo'n hele preek gehouden. Van als je gaat bidden. Dan willen we niet dit. Dan willen we niet dat. Dan willen we niet zo. En dan willen we niet zo. Hè? Ja, maar wat moeten we dan wel bidden als we bidden? Nou, zei hij. Dan moet je het Onze Vader bidden. En daarin staat. Vergeef ons onze zonden, onze schulden. Want alleen als je zondigt, ben je schuldig. Fouten maken, dat is niet belangrijk. Maar als je zondigt, dan ben je schuldig. Dus vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En je schuldenaren, dat zijn de mensen die een schuld hebben bij jou. En in de mate waarin jij je omgeving vergeeft, in die mate zal God jou vergeven. Daar mag je om vragen. Je kan niet vragen dat God jou meer vergeeft dan dat jij je omgeving vergeeft. Snap je de logica? Christus was geen dombo namelijk. Hij was een verstandig iemand. Die besefte van, nou weet je wat, als ik 33 ben, dan ga ik weg uit deze soepzooi. Kijk, dat is slim. Maar zo slim als Christus ben ik niet geweest. Toen ik 33 was, zat ik te janken in Wolfhezen. Bij wijze van spreken. Ik heb er nooit gehuild. Maar had ik het zo moeilijk, zullen we maar zeggen. Want ik ben nu 59. Snap je? Nou, reuze bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Tegen de tijd dat jij ermee wil kappen. Of dat je iemand kent die je graag wil kappen. Nou, die kan je misschien attenderen op deze uitzending. Nou, Berry heeft de notenrol 3, 4, 5 gemaakt. Ze heet allemaal Dagdroog. En dan nummer 5, 5 dagen droog, 6 dagen droog, 8 dagen droog, 7 dagen droog. En nu dan 8 dagen droog. Morgen sta ik 9 dagen droog, maar daar ga ik geen uitzending over maken. Tenzij er iets bijzonders gebeurt. Dan kan het nog. Dan pak ik hem wel weer op. Maar ik denk dat ik het meeste wel verteld heb.
je hier genoeg aan hebt gehad. Zo moeilijk is het niet. Echt niet. Hou die frustratie, dat verdriet, die woede, die teleurstelling en al die dingen. Breng het in kaart. Als je overmatig bezig bent met dingen, dat kan ook eten zijn, by the way. Sommige mensen eten echt veel te veel. Ik ken iemand en die zou gasten krijgen en die hadden ze de dag tevoren een lekkere doos chocola gekocht. Van nou, dat is lekker voor de gasten. En toen die avond van tevoren dacht ze, nou, één chocolaatje neem ik zelf. Bonbons of zo. Ja. En toen ze naar bed ging, was die hele doos leeg. Maar ze was toch al niet zo zoals ik, zoals Jans Pommerans uit Nieuwe Schans. Oh, en een plank van een meid was dat. Nee, die had een behoorlijke kont al. Ja, die vreet dan ineens een doos chocola op. Ja, waarom? En dan voelde ze zich ook nog achteraf een beetje schuldig. Van ja, ik kwam er op bezoek en... Ja, ik had eigenlijk een chocolaatje bij de koffie willen hebben. Dus ik, nou, het interesseerde me niks. In die dagen soop ik nog en dan blowen. Ja, dan hoef ik niet te eten, man. Dat is helemaal niet erg, man. Een hele lieve vrouw. Een schat van een mens. Ik heb lekker niet verteld wie het is. Haar naam begint niet met een Q. En het eindigt ook niet met een Z. En die letters daartussenin staan wel in het alfabet. Dus dan weet je wel hoe ze heet. Ze heet namelijk Alberta. Oh, ik heb het verklapt. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Dat was toch een beetje grappig. En uit respect en uit liefde zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.